Ik ben Rob Heukmans, ik ben senior verpleegkundige met een verslavingszorg van over de Kemptron. Mijn werkzaamheden zijn met name dat ik de screening van de voordeur doe en online behandeling. Screening voordeur wil ik zeggen dat ik alle verwijsbrieven die vanuit de huisarts komen voor de cliënten hier screen. Om te kijken of cliënten op de juiste plek zijn en wij de juiste behandeling kunnen bieden voor de cliënten. Door die verwijsbrief te screenen willen we voorkomen dat cliënten eerst 3 maanden moeten wachten voordat ze hier op intake komen en vervolgens alsnog moet afgewezen worden of door moeten verwezen worden naar andere instellingen. Dus dat scheelt de cliënten een hoop wachttijd, hoop. Dat is in ieder geval de bedoeling en dat ze meteen op de goede plek komen ja, waar ze de juiste zorg krijgen. Ik doe dit werk nu al ruim 14 jaar en wat vooral leuk is, is de afwisselingen en de uitdaging in het werk. Zowel eerst als verpleegkundige op de afdeling merk ik toch, ik kom steeds weer met andere mensen, nieuwe mensen in contact en iedere cliënt is ook weer anders en de uitdaging is om daar steeds te kijken, oké, hoe kunnen we op een persoonlijke manier of in ieder geval persoonlijke zorg geven die op aanslaat bij die cliënt en zijn hulpvraag. En iedere cliënt is toch elke keer wel anders en vraagt andere zorg. En om daar samen met een team naar te kijken hoe kunnen we iemand het best begeleiden, ja, dat is toch elke keer wel weer een uitdaging. Want wat bij de een wel helpt, dat wil niet zeggen dat bij de andere, dat kan bij de andere helemaal tegenovergestelde zijn. Dus dat is steeds afwisseling. En wat ook in de verslavingszorg merk is van ja, niks staat zwart op wit. Dus is elke keer zoeken naar de juiste bejegening, de juiste behandeling en alles. Het is niet dat ze bijvoorbeeld gebroken benen en je doet een paar stappen en de cliënt is beter. Dat vraagt de nodige flexibiliteit en goed overleggen en kijken, oké, wat heeft deze persoon nodig? Nou, mooi is ook, vind ik wel, dat je ook in korte tijd, tenminste op de werk, toen ik op de kliniek werk, in korte tijd heel een verbetering ziet bij cliënten. Dan zie je mensen voor het eerst binnenkomen eigenlijk, die nog helemaal nog volop in gebruik zitten. En binnen een paar weken zie je die mensen opknappen eigenlijk. En zie je, dat gaat in heel korte tijd, zie je mensen al lichamelijk een heel stuk verbeteren. Zowel lichamelijk als ook geestelijk eigenlijk. Dus dat is mooi om te zien. En vooral in behandeling is het mooi om te kijken samen met de cliënt, oké, wat kunnen we bieden? En al doe je misschien maar een heel klein stukje in de hele behandeling. En dat is wel mooi om daar toch iets in te kunnen betekenen naar een cliënt toe. En dan zeggen van dat als ze achteraf zeggen, oké, het is misschien, ja, daar hebben we toch iets aan gehad. En dan kan ik hopelijk mijn leven weer mee opbouwen. En mooi is ook dat niks vast ligt. Het is heel erg. Je bent heel erg op je eigen aangewezen en op je team. Dat vraagt een hoop flexibiliteit en creativiteit om een goede behandeling met iemand op te kunnen zetten. Ja, ik vind het al goed en belangrijk dat mensen hulp zoeken. En ik denk dat mensen wel trots op zichzelf mogen zijn als ze die eerste stap daarin in kunnen nemen. Al gaan ze maar naar de huisarts of naar vrienden of familie om te zeggen van oké, ik heb een probleem en ik wil graag geholpen worden. Denk met me mee. Dus, die eerste stap is denk ik wel is heel belangrijk. En als je die al kunt zetten, dan is de rest misschien alweer iets makkelijker. Ja, mensen die zijn toch schamen zich vaak voor hun gebruiken. Er zit toch vaak een taboe op verslaving en wordt vaak toch gestigmatiseerd. En hopelijk dat willen we eigenlijk zoveel mogelijk doorbreken. Dus juist door hulp te zoeken, kun je dat in ieder geval bij jezelf al doen. Ik merk ook wel dat mensen hier komen en die schamen zich. En achteraf hebben ze het erover met andere mensen, familie of vrienden of zelfs werknemers. En dan hoor je toch vaak terug dat die mensen juist trots zijn. Of al merken van ja, dat is een probleem en het goed vinden dat mensen hulp zoeken. Dus mijn advies is doe dat vooral.